Hallo, welkom bij onze nieuwe video. Grote archeologische ontdekkingen zijn altijd intrigerend om verschillende redenen. In deze video gaan we het hebben over enkele van de belangrijkste. Ben je nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je abonneert en op de meldingsbel drukt. En voordat we beginnen, geef deze video ook een like. Yeah! 9. De verloren stad Pompeii. De oude ruïnes van Pompeii werden begraven onder de as van de uitbarsting van de Vesuviusvulkaan in het jaar 79 na Christus. Deze plek trekt jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers. De geschiedenis van Pompeii gaat verder terug dan zijn tragedie. Archeologische vondsten geven aan dat het tussen de 7e en 6e eeuw voor Christus werd gebouwd. Vreemd genoeg bleef de stad bestaan ondanks eerdere aardbevingen en bloeide meer dan anderhalve eeuw tot aan haar lot. Ongeveer 20.000 mensen woonden in Pompeii en het was zeer geavanceerd. Het had een amfitheater, aquaducten die water leverden, een scala aan openbare baden, huizen en bedrijven. In zijn hoogtijdagen was Pompeii een toevluchtsoord voor Romeinse ontspanning. Het werd verwoest door een grote aardbeving. En de wederopbouwinspanningen duurden tot 17 jaar later de uitbarsting van de Vesuviusvulkaan plaatsvond. De unieke conservering ervan was te danken aan de vulkanische as die fungeerde als een natuurlijke tijdscapsule. De plotselinge uitbarsting bewaarde niet alleen de stad, maar ook uitingen van angst en wanhoop in de laatste momenten van haar inwoners. 8. Verdwijning van de San Xingtui. Ongeveer 3000 jaar geleden deed een zware aardbeving de oude San Xingtui-beschaving in China verdwijnen. De aardbeving veroorzaakte aardverschuivingen die de belangrijkste waterbron van de cultuur blokkeerden, wat leidde tot een omleiding van de rivierstroom. Deze verandering dwong de beschaving om zich te verplaatsen naar de nieuwe loop van de rivier. Archeologen vermoeden dat tussen 3000 en 2800 jaar geleden de San Xingtui-beschaving zichzelf opzettelijk ontmantelde. Het bestaan van de San Xingtui-cultuur werd bewezen toen in 1929 jade- en steenartefacten werden gevonden in de provincie Sichuan. De ware betekenis van deze vondsten werd echter pas in 1986 onthuld toen archeologen twee putten ontdekten met schatten uit het bronzen tijdperk. Waaronder bronzen beeldhouwwerken die technisch vakmanschap vertoonden dat nergens anders op dat moment werd geëvenaard. Historische verslagen vermelden aardbevingen en overstromingen rond die tijd. En geologisch bewijs ondersteunt de mogelijkheid van dergelijke gebeurtenissen. 7. Het hobbitfossiel. Wetenschappers vonden de overblijfselen van een hobbitachtige menselijke soort die ongeveer 18.000 jaar geleden op het Indonesische eiland Flores leefde. Deze kleine mensen, wetenschappelijk bekend als Homo floresiensis, waren zo groot als een modern driejarig kind en hadden schedels de grootte van grapefruits. Homo floresiensis werd populair als de hobbit vanwege de gelijkenis met de kleine personages uit In de Band van de Ring. En sommigen speculeren zelfs dat ze volledig onafhankelijk geëvolueerd zouden kunnen zijn. De eerste ontdekking was een 1 meter lange vrouwelijk skelet dat ongeveer 25 kilogram woog en naar schatting ongeveer 30 jaar oud was toen ze stierf. Deze kleine mensen leefden naast dwergolifanten en komodovaranen. De ontdekking van Homo floresiensis heeft onze kijk op de menselijke evolutie veranderd en wetenschappers gedwongen om het aanpassingsvermogen en diversiteit van het geslacht Homo te overwegen. Ondanks hun kleine formaat vertoonden de hobbits gedrag dat vergelijkbaar was met moderne mensen, waaronder het gebruik van vuur om te koken en samenwerken bij de jacht. 6. Paaseiland standbeeld. Recente beelden hebben de eens verborgen torsen van de iconische Paaseiland standbeelden onthuld. Ze hebben tatoeages die nieuwe inzichten bieden in hun culturele betekenis. Ze vertegenwoordigen een vorm van artistieke expressie en hebben culturele mythologische betekenis voor het Polynesische volk. Deze monolithen werden beroemd verkeerd begrepen als hoofden tot 2012, dankzij de inspanningen van het Paaseiland standbeeldproject. Dit omvatte opgravingen met behulp van de lokale Rapa Nui-gemeenschap. De veel voorkomende misvatting dat deze standbeelden alleen hoofden zijn, kan worden toegeschreven aan het feit dat ongeveer 150 van hen gedeeltelijk begraven zijn, wat de illusie geeft van figuren met alleen hoofden langs de hellingen van een vulkaan. Archeologen zijn zich al meer dan een eeuw bewust van de complete standbeelden, met de eerste opgravingen die teruggaan tot 1914, maar om de een of andere reden verspreidde de informatie zich niet. De oorspronkelijke bedoeling was om deze standbeelden in hun geheel te tonen, maar in de loop van de tijd werden ze geleidelijk begraven onder lage sediment, waardoor alleen de hoofden bloot kwamen te liggen. 5. Het Voynich-manuscript. Er is een doorbraak gebeurd in het ontcijferen van het raadselachtige Voynich-manuscript, een oud document dat zich bevindt in de Yale University. Een Duitse Egyptoloog heeft een driejarige analyse van het manuscript uitgevoerd dat bestond uit een mix van Latijnse letters, Arabische cijfers en onbekende tekens. In tegenstelling tot eerdere pogingen heeft het werk hem doen concluderen dat de taal van het manuscript geworteld is in het Hebreeuws, mogelijk verwant aan een Semitische oorsprong zoals het Arabisch, Aramees of Hebreeuws zelf.
Het Voynich-manuscript staat bekend als het meest mysterieuze boek ter wereld. Wilfried Voynich, een zeldzame boekendealer, herontdekte het in 1912 en het heeft sindsdien geleerden uit diverse disciplines geïntrigeerd en zelfs verwijzingen in de populaire cultuur geïnspireerd. Omdat het document uit de 15e eeuw dateert, sluiten deze talen aan bij de linguistische context van die tijd. De doorbraak kwam voort uit het herkennen van parallellen tussen bepaalde tekens in het manuscript en de Hebreeuwse taal, waardoor de vertaling van complete zinnen mogelijk werd. Een uitgebreide vertaling zal echter meer tijd en expertise vergen vanwege het kenmerkende schrift, de uitspraak, de woordenschat en historische context die inherent zijn aan het ontcijferen van middeleeuws Hebreeuws. 4. De Ark van het Verbond. De Ark van het Verbond is een Bijbels artefact dat wordt genoemd in het Heilige Boek. Dit heilige vat bevatte de 10 geboden en andere belangrijke Israëlitische relikwieën. De creatie ervan werd voorgeschreven door Yahweh tijdens Mozes' ontmoeting op de Sinaï. Hoewel interpretaties variëren, beweren sommigen dat de Ark Aarons staf, een container met manna en de oorspronkelijke Torahrol omvatte die door Mozes was overgeschreven, zoals gesuggereerd door passages in Exodus, Numeri en de brief aan de Hebreeuwen. Tijdens het bewind van koning Salomo bevatte de Ark alleen de 10 geboden. De Ark van het Verbond wordt op unieke wijze geïdentificeerd door vele titels. In Joodse synagogen vertaalt het zich naar een heilige kast en verwijst het naar een verhoogde kast. Het bevindt zich aan de muur van de synagoge gericht op Jeruzalem. En tijdens specifieke gebeden blijven de deuren van de ark en een binnenste gordijn open. De ark was gemaakt van acacia of hout en het hele oppervlak was bedekt met het puurste goud dat mogelijk was voor die tijd. Speculatie en onderzoek naar de mogelijke locatie van de echte ark hebben geleid tot talloze theorieën en zoektochten, wat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van het artefact. 3. De schat van de koperen wol. Qumran was een plaats in de buurt van de Dode Zee, de thuisbasis van een religieuze gemeenschap die bekend stond als de Essenen in de oudheid. Deze fanatiekelingen geloofden in hun goddelijke opdracht om een aanstaande eindtijd te bewerkstelligen, waarin ze als rechtvaardige heerser zouden opstaan. Hun woningen waren verborgen in grotten, waar ze rollen verborgen hielden die spraken over een apocalyptische theologie, inclusief hun overtuiging over de leraar van rechtvaardigheid en hun houding ten opzichte van de priesters van de Tempel van Jeruzalem. In het midden van de 20e eeuw, na de Tweede Wereldoorlog en na de oprichting van Israël, vonden archeologen deze rollen. Een opvallend artefact kwam naar voren uit hun opgravingsinspanningen in de jaren 1950, de koperen rol. In tegenstelling tot zijn perkament of papieren tegenhangers was deze rol in koper gegraveerd, ontworpen om eeuwenlang te kunnen weerstaan. De koperen rol bevatte details over de verborgen locaties van een enorme schat aan goud en zilver. Met de aanwijzingen die leidden naar meer dan 60 schuilplaatsen, werd gedacht dat de schatten waren buitgemaakt uit de tempel van Jeruzalem voor de Romeinse invasie. In sommige theorieën werd ook de Ark des Verbonds verbonden met Qumran en de Dode Zeerollen. 2. De Piri-reiskaart. Gemaakt in 1513 door de Ottomaanse admiraal en cartograaf Piri Reis, is de Piri-reiskaart tot op de dag van vandaag nog steeds redelijk nauwkeurig. Vandaag de dag wordt een fragment van deze kaart, ongeveer een derde van de oorspronkelijke grootte, tentoongesteld in het Topkapi-paleis in Istanbul. Deze werd herontdekt in 1929 en trok onmiddellijk wereldwijde aandacht vanwege de opname van een enige overgebleven kopie van de kaart van Christopher Columbus die anders verloren was gegaan. De kaart is voornamelijk gemaakt van gazellenhuidperkament en dit fragment toont de Atlantische Oceaan met de kusten van Europa, Afrika en Zuid-Amerika. Hij werd gemaakt rond 1513 na Christus. De Piri-reiskaart heeft traditionele lijnen van lengte en breedtegraad. Opmerkelijk is dat de afbeelding van Zuid-Amerika een opmerkelijk niveau van detail en nauwkeurigheid laat zien voor zijn tijd. Sommige experts suggereren dat de configuratie van het Caribisch gebied kan worden toegeschreven aan een verloren kaart van Columbus, waarop Cuba als deel van Azië wordt afgebeeld en Hispaniola overeenkomstig Marco Polo's beschrijvingen van Japan. 1. Het graf van koning Toetanchamon. Het graf van koning Toetanchamon is het beroemdste graf ooit gevonden. Het bevindt zich in de Vallei der Koningen. Toetanchamon was een farao uit de 18e dynastie die regeerde rond 1334 tot 1325 voor Christus. Hij besteeg de troon als kind na de dood van Akhenaten, herstelde de traditionele religieuze praktijken en veranderde zijn naam van Toetanchamon naar Toetanchamon. Het graf heeft een ingangstrap, een gang en 4 kamers. Het is opvallend kleiner en minder uitgebreid versierd in vergelijking met andere koninklijke Egyptische graven. Het was oorspronkelijk bedoeld voor een niet-koninklijke bewoner, maar werd hergebruikt voor Toetanchamon na zijn voortijdige dood. De begrafenis van Toetanchamon werd vergezeld van een assortiment funeraire voorwerpen en persoonlijke bezittingen, dicht op elkaar gepakt vanwege beperkte ruimte. Kisten, kleding, sieraden en meubels. Hoewel plunderaars kort na de begrafenis tweemaal het graf binnendrongen, bleven veel van de goederen en het lichaam van Toetanchamon behouden. Het graf was verborgen, de ingang ervan was aan het zicht onttrokken en beschermd door puin van overstromingen en grafconstructie. Deze locatie redde het graf van plundering tijdens de derde tussenperiode.
Welke van deze archeologische ontdekkingen was jouw favoriet? Laat het ons weten in de reacties. Als je de video leuk vond, geef deze dan een duimpje omhoog. Als je meer video's wilt zien die we hebben gemaakt, klik dan op een van de schermen of bekijk het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.